En toen zei hij fluisterend, alsof het een geheim was: een dode kan niet kapot zijn. Een dode is dood, niet meer dan dat. Degene die achterblijft is kapot, in wel 1000 stukjes. En je moest eerlijk bekennen dat dit boekje je boos had gemaakt. Zo boos dat je de loszittende kaft er helemaal af had gescheurd, om hem later weer met tape vast te zetten. Zo boos, omdat er stond dat je alleen stuk kon zijn als je dood was. Terwijl zoveel levenden defect waren. En je wist niet of jij ook defect was. Maar optimaal werken deed je nu ook weer niet.